Welkom allemaal. Dank u wel en dank aan de organisatie dat ik hier wat mag vertellen over multimobiliteit en ziekenhuiszorg. Erg jammer dat ik niet op locatie kan zijn, maar mogelijk ontmoet ik u in de toekomst een keer in het echt. Ik ben Barbara van Münster en ik ben hoogleraar ouderengeneeskunde geriatrie in het UMCG in Groningen. En binnen mijn leerstoel hou ik mij bezig met organisatie en kwaliteit van ziekenhuiszorg voor oudere patiënten en patiënten met multimobiliteit. Daarnaast ben ik zelf ook dokter en zie deze patiënten. Hou ik mij namens de Nederlandse Internistenvereniging in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie bezig met het verbeteren van de zorg voor mensen met multimorbiditeit. En heb ik onder andere vorig jaar het adviesrapport uitgebracht voor multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis. Ik wil u heel kort wat vertellen over wat multimorbiditeit is, wat het complex maakt in de ziekenhuiszorg en ook wat regieondersteuning is, maar vooral ook wat u zelf kan doen in de zorg. Mogelijk is het al eerder aan bod gekomen bij andere presentaties. Onder multimorbiditeit verstaan we het hebben van twee of meer chronische aandoeningen op hetzelfde moment in één patiënt. En dat kunnen allerlei verschillende aandoeningen zijn. In het geval van schildklierproblematiek kan daar bijvoorbeeld hart- en vaatziekte bij komen, of suikerziekte, kanker, COPD of astma. Dit zijn wel de meest voorkomende aandoeningen. Multimorbiditeit komt heel erg veel voor. Op dit moment heeft 1 op de 4 Nederlanders voldoet aan de definitie voor multimorbiditeit. Maar we verwachten dat dat in de toekomst steeds meer mensen zullen zijn. En in 2040 wel 1 op de 3 Nederlanders multimorbiditeit heeft. En welke patiënten zijn dat dan? Uiteraard zijn dat vooral de oudere mensen, omdat hoe ouder je wordt, het risico op een chronische aandoening steeds groter wordt. Maar het zijn niet alleen oudere mensen, ook op jongere leeftijd komt multimorbiditeit voor. Nou, behalve een hogere leeftijd zijn er nog andere kenmerken van patiënten met multimorbiditeit. Gemiddeld genomen zijn het mensen die in een lagere sociale economische status leven. En dat betekent dat ze minder geld hebben, vaak ook wat lagere gezondheidsvaardigheden, een lagere opleiding. En dat is zeker niet zo dat dit voor alle patiënten geldt, maar wel is het een factor die vaker voorkomt in deze groep. Gecombineerd hiermee zien we soms dat mensen een slechtere leefstijl hebben. Ik wil niet altijd zeggen dat dat kan enerzijds de oorzaak zijn van een aantal aandoeningen, maar het kan ook het gevolg zijn doordat je een ziekte hebt, dat je leefstijl slechter wordt. Bijvoorbeeld op het moment dat je last hebt van slijtage in de gewrichten, dat dat lastiger wordt om te bewegen. Ook zie je vaker dat er functionele problemen voorkomen. En dan bedoel ik het lastigere lopen, maar ook problemen als incontinentie, vallen of duizeligheid door medicijnen en problemen in de zelfzorg. Ook dat kan weer een oorzaak en een gevolg zijn. Anderszins zien we dat er vaak problemen op hele andere domeinen, hè, niet het lichamelijke domein, voorkomen. Psychische klachten, angst, depressie, maar ook eenzaamheidsproblematiek. Ook zie je vaker dat er geheugenproblemen voorkomen. Dat kan zowel door de medicijnen als de ziektes komen, of door gewoon weer een losse aandoening als dementie erbij. Logischerwijs gebruiken mensen die meerdere ziektes hebben ook meer medicijnen. We noemen dat polyfarmacie als je 5 of meer medicijnen op één dag gebruikt. Wat maakt die multimorbiditeit in het ziekenhuis nou zo ingewikkeld? Nou, ik wil u dat uitleggen aan de hand van dit spaghetti-model. Aan de linkerkant ziet u de ziektes. Nou, op het moment dat u één aandoening heeft, bijvoorbeeld een schildklierziekte, dan is de zorg eigenlijk prima georganiseerd rondom die schildklier. Op het moment dat er twee ziektes tegelijk zijn,
Bijvoorbeeld suikerziekte en schildklieraandoening, wordt het alweer ingewikkelder doordat er meerdere zorgverleners bij betrokken zijn en doordat het in meerdere zorgketens valt samen met de huisarts en het ziekenhuis. Maar in het geval van meerdere aandoeningen en op het moment dat er dan ook nog functionele of psychosociale problemen voorkomen, dan wordt het letterlijk een warboel. Omdat ziektes en hun behandelingen met elkaar gaan interfereren. Een ander probleem waardoor die ziekenhuiszorg zo complex kan zijn, is dat elke dokter bezig is met de behandeling van zijn ziekte. En dus de cardioloog houdt zich bezig met de behandeling van de hartaandoening, de longarts houdt zich bezig met de behandeling van de longziekte en zo probeert iedereen op zijn eigen gebied de meest optimale zorg te geven. Maar patiënten zelf zijn vaak veel meer bezig met wat is nou de betekenis van deze ziekte en deze behandeling op mijn dagelijks functioneren? En kan ik nog wel de hele dag weg van huis? Wat is mijn kwaliteit eigenlijk met het hebben van deze ziektes? Bijvoorbeeld in het geval van dialyse. Wil ik nou wel of niet dialyseren? Wat doet dat voor mijn leven? En dit zijn hele andere vragen die niet altijd aan bod komen in de ziektegerichte zorg zoals het nu georganiseerd is. Dus er zijn veel betrokken zorgverleners die ieder op hun eigen gebied bezig zijn en dat levert fragmentatie van zorg op. En die fragmentatie van zorg heeft gevolgen voor de patiënt. Vaak gebeurt het dat er, zoals gezegd, meerdere behandelaren zijn, waarbij iedereen op zijn eigen gebied bezig is en de patiënt eigenlijk niet meer goed het overzicht heeft. En vragen niet altijd beantwoord worden. En dat leidt tot frustratie en lagere tevredenheid over de zorg en met name over de coördinatie van zorg. Maar het heeft ook gevolgen voor de zorg. Doordat er iedereen zijn eigen behandeling instelt, kan er over- of onderbehandeling voor de patiënt ontstaan. En er kunnen interacties optreden tussen de verschillende medicijnen of de ziektes en hun medicijnen. En ook kan het zo zijn, doordat elke dokter zijn eigen diagnostiek instelt, er over diagnostiek plaatsvindt. Hè, bijvoorbeeld de cardioloog en de internist willen alle twee bloedonderzoek, maar weten eigenlijk niet van elkaar dat bloedonderzoek aangevraagd is, waardoor de patiënt twee keer bloed moet prikken. Ja, dat leidt tot een hoger zorgverbruik, hogere kosten, maar ook doordat die interacties in medicijnen kunnen optreden, kan het zo zijn dat mensen op de eerste hulp komen met problemen. Bijvoorbeeld duizeligheid en vallen door lage bloeddruk door alle medicijnen. Dus dat geeft slechtere uitkomsten van zorg. We weten dat dit overzicht houden voor patiënten veel moeite kost, omdat wij interviews hebben gedaan met patiënten en patiëntengroepen. Patiënten hebben aangegeven dat het niet altijd duidelijk is wie nou binnen hun behandelteam het echte aanspreekpunt is. Uiteraard is de huisarts in de eerste lijn de overkoepelende behandelaar, maar voor ziekenhuiszorg is dat soms lastig, omdat huisartsen ook niet altijd zicht hebben op wat er nou precies door wie in het ziekenhuis gebeurt. En de communicatie tussen huisartsen en specialisten gaat veelal via brieven. En we kunnen niet elkaars systeem in. Ik kan niet bij de huisarts kijken en de huisarts kan niet in het ziekenhuissysteem kijken. Patiënten gaan ervan uit dat medisch specialisten veel met elkaar overleggen en dat ze eigenlijk wel kunnen zien wat er precies gebeurt met de patiënt, omdat het allemaal in hetzelfde elektronisch patiëntendossier gebeurt. Dat kan in principe ook, maar dokters zijn vooral bezig met hun eigen ziektetraject en kijken niet altijd in het dossier van hun collega. Dit alles maakt dat het lastig is voor patiënten om eigen regie te voeren in de ziekenhuiszorg. We denken daarom dat patiënten met multimorbiditeit gebaat zijn bij regieondersteuning. En met regieondersteuning bedoel ik afstemmen van de ziekenhuiszorg op de gehele lichamelijke
de psychische, maar ook de dagelijkse situatie, de functionele problemen die er zijn. En daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met wat nou de voorkeuren zijn, de doelen van een patiënt, maar ook de mogelijkheden. En soms gaat dat prima met regieondersteuning, of omdat het goed georganiseerd is in het ziekenhuis, of omdat patiënten dat zelf eigenlijk prima kunnen organiseren. Wat zijn dan elementen die bij regieondersteuning komen kijken? Dat is enerzijds moet er aandacht zijn voor organisatie van zorg en hulp bij zelfmanagement. Dus goede uitleg over welke ziekte, welke behandeling en hoe een patiënt zelf daar in zijn dagelijks leven mee om kan gaan. Met organisatie bedoel ik ook bijvoorbeeld hulp in afsprakenplanning. Dat verschillende afspraken met elkaar op één dag voorkomen en patiënten niet elke week naar het ziekenhuis hoeven. Daarnaast, zoals gezegd, is er behoefte aan een overkoepelend aanspreekpunt naast de huisarts, een eenduidig aanspreekpunt in het ziekenhuis, zodat het voor de patiënt duidelijk is dat hij voor elke vraag bij datzelfde aanspreekpunt terecht kan en hij niet zelf hoeft te zoeken binnen al de behandelaren waar hij of zij zijn vragen kwijt kan. En het laatste is dat er aandacht moet zijn voor een overkoepelende en afgestemde behandeling, waarbij dokters met elkaar afstemmen en er een eenduidige coördinatie is, een eenduidig behandelplan. Nou, hoe is het op dit moment gesteld met regieondersteuning? Zoals eerder benoemd zijn er plekken waar het eigenlijk prima georganiseerd is. Geriater doet veel al regieondersteuning voor kwetsbare ouderen binnen het ziekenhuis en ook bij de nefrologie, bij de dialyse, is er vaak al veel regie door de nefroloog in het ziekenhuistraject. De wetenschappelijke verenigingen zijn actief om hier verbetering in aan te brengen, daar waar het nog beter kan. Onder andere door het ontwikkelen van een leidraad voor de behandeling van multimorbiditeit. En ook door te zorgen dat dokters tijd krijgen om dat stuk erbij te nemen in de zorg. He, want het kost best tijd om te overleggen en goed te kijken wat de patiënt nodig heeft. En als je daar niet voor betaald krijgt, dan is het lastig om dat in te bouwen in de praktijk. Patiëntenfederatie is ook actief op dit thema. Vorig jaar is de werkgroep Multimorbiditeit opgericht, omdat ook de patiëntenfederatie merkte dat zij georganiseerd waren in ziektegerichte organisatie, hè, zoals de schildklierorganisatie. Recent is er een enquête onder alle patiëntverenigingen uitgezet om patiëntervaringen van patiënten met multimorbiditeit in kaart te brengen. En als het goed is, zijn de resultaten net uitgebracht. Er zijn diverse medisch specialisten met allerlei initiatieven bezig om te kijken van welke nieuwe polyklinieken er opgezet kunnen worden. Samenwerking rondom veel voorkomende aandoeningen of regieondersteuning, zoals er bij de geriatrie gebeurt, voor patiënten die misschien niet voldoen aan de kwetsbare ouderen, maar die wel hulp nodig hebben in hun behandelingen bij alle specialisten. En niet onbelangrijk, er wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In mijn groep zijn er onderzoekers bezig met welke patiënten zijn het nou eigenlijk die regieondersteuning nodig hebben, hoe herkennen we ze? En wat is er dan nodig in de ziekenhuisorganisatie? En hoe kunnen digitale hulpmiddelen daarin ondersteunen? En ook, hoe moet die persoonlijke gezondheidsomgeving ingericht worden, zodat patiënten ook goed kunnen begrijpen welke zorg ze krijgen? Uit de literatuur is al bekend dat patiënten die succesvol zelf zijn in de regie bepaalde strategieën hebben. Zij zijn heel goed in het stellen van prioriteiten tussen behandelingen. Want als je heel veel behandelingen moet ondergaan, veel medicijnen, veel leefstijlregels, dan is het goed om daarin keuzes te maken om de werklast voor u als patiënt behapbaar te houden. En ook zijn zij goed om behandelingen te coördineren.
En te integreren in het dagelijks leven, zodat er ook nog leven overblijft naast alle ziektes en behandelingen. Nou, wat kunt u zelf als patiënt doen, mocht u een patiënt met multimorbiditeit zijn? Benoem het aan uw behandelaar als u zelf het overzicht niet meer heeft. Vraag ook wie binnen uw behandelteam het aanspreekpunt voor u kan zijn, voor u, maar ook voor uw huisarts. En als u dat lastig vindt, dan kunt u de huisarts daarbij betrekken. Maar vaak heeft u zelf een goed idee wie binnen uw behandelteam de meest geschikte dokter zou zijn om die overkoepelende behandeling voor u te organiseren. Vraag ook wanneer u merkt dat ze niet goed aansluiten bij elkaar aan dokters om met elkaar te overleggen. Of vraag eventueel uw huisarts om daarin te bemiddelen of om een verwijzing naar een internist, internist ouderengeneeskunde of een geriater, om de tijd te nemen om de zorg voor u op een rijtje te zetten en te helpen in prioritering. En het kan helpen om zelf een goed overzicht te hebben. Dus vraag ook om een goede uitdraai van wat nu uw ziektes en behandelingen zijn. En beter nog, een vertaling daarvan, zodat het goed te begrijpen is. Dit is een voorbeeld van een zorgoverzicht die we samen met patiënten hebben ontwikkeld in een kleine pilot die we hebben gedaan. We hebben daarin de ziektes benoemd in medische termen, maar ook in normale termen, zodat patiënten goed kunnen begrijpen welke ziektes ze nou eigenlijk hebben. Hetzelfde voor de medicijnen. Niet alleen welke medicijnen, maar ook waarvoor ze precies zijn. En naast de behandelaren ook te benoemen wat elke behandelaar waarin doet en een overkoepelend plan met adviezen vast te leggen. Dit is wat ik wilde vertellen. Ik hoop dat ik u een inzicht heb gegeven in wat de complexiteit is van multimorbiditeit in het ziekenhuis. Wat wij denken dat oplossingen zijn om dat beter te maken en ook wat u daar zelf in kan doen. Ik praat hier ook namens het platform voor multimorbiditeit. Wij zijn een platform wat zich helemaal richt om de kwaliteit van zorg voor mensen met multimorbiditeit te verbeteren en hebben onder andere een website die wij op dit moment aan het inrichten zijn. Mocht u nou vragen hebben of opmerkingen of tips, dan nodig ik u van harte uit om naar dit mailadres te mailen. Om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, ook als u vragen heeft naar aanleiding van deze presentatie, omdat ik niet ter plaatse ben, nou, ik hoop dat een van de andere sprekers ze kan beantwoorden. En anders voelt u zich vrij om de vragen per mail naar mij toe te sturen. Nou, ik hoop dat we over 10 jaar terugkijken en denken van nou, multimorbiditeit en regieproblemen. Dat is eigenlijk geen issue meer in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dank voor uw aandacht.